Op zaterdag 30 mei komen 's werelds beste DJ's van Nederlandse bodem samen tijdens het grootste outdoor event van Europa. De eerste editie van de Flying Dutch. 100.000 bezoekers verwelkomen hun muzikale helden op 3 locaties. Met 170 dance events per jaar, 2,7 miljoen bezoekers en Nederlandse DJ's die de toplijsten domineren, is de dance-industrie belangrijk voor de Nederlandse economie. En de groei is er echt nog niet uit. 1 op de 14 banen in de creatieve industrie is aan dance gerelateerd. Dance is niet alleen bij jongeren zeer populair, maar liefst 40% van de 50'ers geeft aan liefhebber te zijn. De vele genres dancemuziek, van hardstyle tot ambient, zorgen voor liefhebbers van alle leeftijden die per jaar in Nederland voor maar liefst 360 miljoen aan electronic dancemuziek uitgeven, waarvan ruim de helft aan festivals. 1 op de 7 Nederlanders heeft vorig jaar 1 keer of vaker een groot dance-evenement bezocht. En voor jongeren is dat 1 op de 3. Het bestedingspatroon van een gemiddelde dance-liefhebber is daarom fors. Per evenement wordt zo'n 140 euro uitgegeven. Aan ticket, consumpties, kleding en overige kosten zoals kluisjes en vervoer. Nederland kent al sinds begin jaren 90 een actieve dance-scene. Met stijlen als hardcore en trance veroverden de Nederlandse DJ's de wereld. Met onze DJ's blijven we wereldwijd voorop lopen. Inmiddels wordt er wereldwijd 6 miljard in de dance verdiend, waarvan 2/3 met de festivals en clubs. Het creatieve klimaat voor verdere groei en export van EDM is optimaal. Per jaar groeit de exportwaarde met gemiddeld 50%. Voor 2015 betekent dat een exportwaarde van bijna 200 miljoen. Dat alles maakt de dance-industrie steeds belangrijker voor de Nederlandse economie. En guess what? De verwachting is dat de belangstelling voor dance in de komende jaren alleen nog maar zal stijgen.